Bewoners van de verlengde Braamshoopweg hebben TBN, Prime Alert, gevraagd om de situatie van de verlengde Braamshoopweg onder de aandacht te brengen van de daartoe bevoegde instanties. De verlengde Braamshoopweg, heel lange zandweg, verkeert de afgelopen periode in zeer, zeer slechte staat. En we hebben ervoor gekozen om u alvast één plek in beeld te brengen. En u ziet het, één diepe kuil dat in deze periode, waar we weinig regen hebben, heel veel zon, dan ziet u al dat we toch in deze periode een dergelijke situatie hier in de weg hebben, dat er over deze lengte het weg onder water is. Maar dat maakt het niet alleen maar erg van een buurtbewoner die niet in beeld wil komen, hebben wij begrepen dat hier zelf trucks vast hebben gezeten. Dan mag u weten hoe erg het hier is gesteld met de situatie van de weg. Verderop is er een verkavelingsproject en dat maakt dat het een af- en aanrijden is van trucks. En ik probeer hier te lopen, zodat u ook kunt zien. U ziet er zijn ook hier voetsporen, maar er zijn ook sporen van fiets en bromfiets. Dus dat betekent dat de mensen die hier in de weg wonen hiervan gebruik moeten maken. En wij hebben, om u een beeld te geven van hoe erg het is gesteld met de situatie, dan ziet u dit. En we proberen het gewoon op een plek te zetten. Dan ziet u hoe diep het allemaal is. En verderop begrijpen we dat het allemaal ook veel dieper is. U ziet het. En u ziet dat hier ook het water van de trens hier gewoon nu vrijelijk over de weg stroomt en allemaal hier naartoe komt. Dit is dus de situatie, slechts op één plek in de verlengde van de Braamshoopweg. En zoals ik het al zei, bewoners van de weg hebben ons gevraagd om de situatie hier onder de aandacht te brengen van de daartoe bevoegde instanties. De buurtbewoner over wie ik sprak, die niet in beeld wil komen, hij heeft aangegeven dat hij onlangs, omdat hij de situatie zo niet kan aanzien, hij dan een truck zand heeft gekocht. 1400 SRD heeft het hem allemaal gekost. En het heeft toch niet geholpen. Want het is constant, zoals ik het al aangaf, een komen en gaan van trucks hier. En er wonen behoorlijk wat mensen hier in de weg. En dit moeten zij dus nu dagelijks trotseren. Vandaar dat zij dan TBN Prime Alert hebben gevraagd om dit onder de aandacht te brengen. Ik zei het al, dit is de verlengde van de Braamshoopweg. En dit is de richting die u brengt naar Reeberg. En dat verkeert in zeer slechte staat. En de bewoners vragen nogmaals aan de daartoe bevoegde instanties om dit allemaal aan te pakken. Er zijn heel veel grote kraters in de weg, maar dit is toch het allerslechtste gedeelte van de weg. Over een volle lengte ziet u dat dit allemaal onder water is. Hele diepe kuilen. Vandaar dat de bewoners vragen of dit voor hun aangepakt kan worden. Zij hebben geprobeerd om dat zelf te doen, maar het mag niet, het lukt niet. Wat ze zeggen dat er in feite hier geplaatst zou moeten worden, dat is dan de zogenaamde kraskou, dingen die de weg kan verharden, zodat zij de situatie dan niet keer op keer krijgen.